Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft zich in het afgelopen weekend persoonlijk georiënteerd aan enkele lopende projecten. Vanwege grote achterstallige betalingen waren een aantal projecten aangehouden. De bewindsman zegt dat grote projecten zorgen voor extra werkgelegenheid. Derhalve is gekeken naar projecten met hoge prioriteiten en mogelijkheden tot herschikking van deze belangrijke werkopdrachten. We hebben dus het startje gegeven nadat we, u weet, we hadden alle grote projecten vanwege financieringsvraagstukken. Hebben de grote bedrijven de projecten on hold gezet omdat ze achterstallige betalingen hebben. Grote achterstallige betalingen vanaf 2013. En we zijn langzaam bezig per project te kijken hoe we ze kunnen opstarten. Omdat 1. De grote projecten zorgen voor werkgelegenheid. Dus wat hebben we gedaan? We hebben de grote projecten gevraagd om te kijken hoe ze het project kunnen herschikken in tijd en qua financiën. En de eerste is onder andere Tjonge Lange geweest. Dat bedrijf is al opgestart. We hadden een paar weken terug de opstart gegeven. En het bedrijf Tjonge Lange gaat door onder andere omstandigheden. Gaan ze door met de projecten. En vandaag geven we officieel het herstartcijfer voor de weg in Kommewijnen. Waar ook een herschikking is en de aannemer al enkele dagen gestart is. En ik ben zelf komen kijken wat hij doet. Dat startcijfer is vandaag gegeven. U ziet, de weg wordt verbeterd. Bestraat, herbestraat en tweede, de werkgelegenheid komt weer op gang. Het enige wat ik vraag is geduld van de bewoners, omdat het een beetje langer zal duren dan gepland, omdat we ook de middelen moeten hebben. Toch, als iemand werkt in november, moet in november betaald kunnen worden. Toch, dat is het enige verschil wat er nu gaat plaatsvinden. De bewoners van dit district kampen al jaren met enkele problemen rakende stijgers, sluizen en gemalen die een spoedige onderhoudsbeurt nodig hebben. Zo zal de bouw van een stijger de Montresor heel binnenkort starten, omdat de landbouwers in dit gebied heel wat problemen ondervinden tijdens het transporteren van hun producten. We hebben een ronde gedaan, even een flitsbezoek met heel veel problemen. Er zijn heel veel problemen in Kommewijnen qua ontwatering, bruggen, sluizen, gemalen. De weg die bedreigd wordt door afkalving, dat is Montresor. Stijgers die in slechte staat zijn. Deze maand gaan we het startzeg geven voor de bouw van één van de stijgers op Montresor, waar producten, landbouwproducten worden getransporteerd. We kunnen het niet allemaal doen, maar we geven alvast de startzeg voor één. Om te wijzen dat het beleid wat wij als regering Santokki Brunswijk hebben beloofd, maar ik persoonlijk ook, dat wij minstens één project wel goed doen. We kunnen niet alle 100 in november, december doen, maar zo ben ik bezig overal een klein stukje project op te starten dat wij, wat we hebben gezegd, ook willen gaan doen. Alleen kan niet alles in één maand, toch? Dus de wegafkalving is een serieus probleem. De sluizen die verkeren in een zeer slechte staat op dit moment. En die vragen aandacht, want uiteindelijk komt er heel veel zoutwater binnen, verzakkingen op de weg. Dus het zijn geen goedkope constructies vandaag aan de dag. Dus we moeten goed afwegen welk project geven we voorkeur, welke laten we schuiven even naar achter. Maar dat is de bedoeling van vandaag. Minister Silvano Tjongahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu bracht samen met zijn collega van Openbare Werken ook een bezoek aan de gevarenzone de weg naar zee. De bewindsman gaf een uiteenzetting over dit initiatief. Nou, dit initiatief is eigenlijk van de minister van Openbare Werken, omdat we samen kijken naar dit gebied. Het is een gebied dat eigenlijk bedreigd wordt door overstroming. En we weten dat er hier vaak mensen wonen die dus op een verkeerde manier omgaan met de mangrovebossen, die eigenlijk het gebied moeten beschermen. En dan krijg je zo nu en dan, heb je dus dat het water gaat overstromen. Professor Naipai zei het al, we komen in een seizoen terecht waarbij we mogen verwachten dat er veel veranderingen komen. En dat dus het water de zeespiegelstijging zal dus veel meer zijn dan normaal. Wat we hier doen is het allereerste begin om mensen erop te attenderen dat dit gebied een gebied is waar er overstromingsgevaar is en dat ze dus daar rekening mee houden.
Dat is het, de voorloper op een meer structurele oplossing. En daar gaat dus ons ministerie van Ruimtelijke Ordening in komen om dit gebied in beeld te brengen. Daar zijn we ook mee bezig, samen met professor Naipaul, om dit gebied in beeld te brengen, in kaart te brengen. Waarna we naar een zeg maar meer duurzame vorm van bescherming van dit gebied zullen gaan. Dus het uiteindelijk doel van het ministerie van Ruimtelijke Ordening is om dit gebied te gaan beschermen. Zodat mensen er rekening mee houden. Er gaan geen gronden meer kunnen uitgegeven worden. We zullen een manier moeten zoeken om de mensen die hier al wonen, om een oplossing te zoeken voor die mensen. Maar dit gebied is een gebied dat ons moet beschermen tegen de zeespiegelstijging. Dus daar moeten we iets aan doen en dat zullen we doen. Volgens de OW-minister zijn er verschillende studies door zijn ministerie gedaan, waaruit blijkt dat heel Paramaribo, in het bijzonder de waterkant, en heel Noord tot kwetsbare gebieden behoren door een enorme zeespiegelstijging. Het ministerie van Openbaar Werk heeft verschillende studies laten uitvoeren of gedaan. En Paramaribo is een van de gevoelige districten. Heel Paramaribo, de hele waterkant, heel Noord. De simulaties zijn gedaan 2030, 2050 dat heel veel zeewater naar binnen gaat komen door zeespiegelstijging. Maar u moet niet vergissen dat de rivieroevers, het is niet alleen de kustlijn, alle rivieroevers gevoelig zijn. Op dit moment heb je in Komewena de rivieroevers bij hoogwater, het water komt naar binnen. Saramaca hetzelfde. Dus alles langs de kustlijn is gevoelig. Dus wij hebben een aantal borden al gemaakt. Die borden gaan geplaatst worden bij die gebieden. Er komt een informatiecampagne naar de mensen ook. Heel veel mensen weten het. Maar wanneer we dit soort dingen gaan zien, dan gaat men er de ernst van begrijpen. En een derde ding is, dat hij de minister van Romsen net gemeld. We komen met de kaarten om de gebieden duidelijk af te bakenen. Dus dat is wat gaat gebeuren en de wetgeving komt in place. En dan hopen we voor de toekomst dat mensen niet zomaar hier gaan verkavelen of niet zomaar een dam gaan doorbreken, et cetera.